Hallo mensen en welkom bij deze gloednieuwe video. Vandaag ga ik jullie laten zien hoe je heel makkelijk een eigen texture pack kan maken. Nou, wat je daarvoor nodig hebt is paint.net, Minecraft zelf, nou ja, dat is niet zo heel gek. Dus laten we maar gelijk beginnen. Oké, dus wat je als eerste wilt doen is je gaat naar je browser en dan typ je in paint.net download. Als je dat hebt gedaan, dan zie je hier paint.net download. Die moet je niet op klikken, want dat is dus ja, een beetje een aparte website waar het niet echt gewoon letterlijk download is. Dan druk je hier naar beneden, zie je paint.net. Daar wil je op drukken. Eerst in eerste instantie denk je van, maar dit klopt niet. En dan staat hier gratis downloaden. Nou, hier wil je op drukken, maar ik heb hem al. En dat is 6,56 MB, dus dat is niet heel veel. Nou, als je dat gedaan hebt, hij is even een paar minuten later, hij is gedownload, dan wil je naar Minecraft. En dan wil je tegelijkertijd openen. Nou ja, dat duurt een paar minuten, omdat paint.net moet je eerst installeren en zo. Dus dat, ja. Dus dan moet je even instellen van waar je dat wil plaatsen. Ja, en, je, enzovoort, enzovoort. Minecraft is dus... Meestal zegt hij bij mij van ja, reageert niet, maar dat klopt niet, want ja, hij is gewoon even aan het laden. Maar laptop van school is niet de allerbeste laptop, dus vandaar. In de tussentijd wil ik het net openen. En als het dan goed is, dan moet je even... Dan heb je het als paint.net. Dan, ja, als je gewoon ergens op drukt, kan je, gewoon, kan je dus gewoon op tekenen. En dit is dus versie 4.0.17. Wil je naar Minecraft gaan. En wat je dus eigenlijk wil doen, meestal zeggen mensen van ja, je ga je naar je mapje .minecraft en dan ga je daarheen. Maar ik heb iets makkelijks gevonden. Je gaat namelijk naar singleplayer, gaat naar een wereld, ga je naar edit en dan ga je naar open folder. En als het goed is, dan zie je dus hier dit staan. Dus gewoon letterlijk de data van jouw wereld. En als je dat opent, dan wil je naar .minecraft gaan. En dan ga je naar resource packs. Nou, dan zie je hier dus waarschijnlijk al, als je een paar hebt gedownload, een paar resource packs. En als je dat hebt gedaan, dan wil je bijvoorbeeld naar een pack die je hebt en je die wel cool vindt of wilt aanpassen. Dan, dan klik je daarop met linkermuisknop. Dan ga je rechtermuisknop en dan zeg je kopiëren. Dan druk je hier met linkermuisknop naar beneden. Dan doe je plakken. En dan moet je even, ja, 1000 items. Dus voor mijn texture pack moet je dus gewoon even, moet je even voltooien. Nou ja, zoals je kunt zien, hier zo staat bij kopie. Ja, je kan je naam wijzigen ook. Dus dat is best wel cool. Je kan dus ook letterlijk je naam wijzigen. En dat zie je dus ook in Minecraft zelf staan. En dan doe je bijvoorbeeld jouw naam. En dan doe je gewoon pack erachter. Je kan dus gewoon elke naam. Nou ja, dan heb je dus dit. Dit wil je even het venster sluiten. Minecraft kan ook wel even afgesloten worden. Maakt niet echt zo heel veel uit. Doen we even gewoon uit. Zo. Niet helemaal. Wat je dus wilt doen is je doet het klein scherm van dit. Sorry dat het niet letterlijk de beste kwaliteit is. Het is namelijk op mijn schoollaptop. Dus ja, vandaar. En dan wil je dat mapje openen. Resource packs, dan doe je dit ook klein. Dan klik je hierop en dan ga je naar assets. Sorry. Ga je naar assets. Klik je daarop, ga je naar Minecraft. En dan ga je hier, zie je MC Patcher, tekst en textures. Daar wil je dus op klikken op textures. Zie je hier blocks. Maar je kan dus ook nog veel andere dingen doen. Particle, models, misc, map, items, GUI. Nou ja, wil je naar blocks gaan? Dat zijn dus letterlijk alle blokken die je hebt. Hier zit bijvoorbeeld baksteen. En wat je dus wilt doen is, bijvoorbeeld baksteen, je klikt daarop. Je doet knippen. En dan druk je hier. En dan doe je plakken. Nou ja, dus dan heb je hem hier staan. Dit kan nu even weg, zo. En dan sleep je deze naar paint.net. En dan zie je hier openen als bestand. En hier ze als laag toevoegen of annuleren. Nou ja, je wilt op openen, openen drukken. Dus dat doe je dan. En dus zoals je kunt zien is het heel klein. Maar als je naar rechtsonder gaat, dan kan je hem dus openen. Of dan kan je inzoomen. En dan
Als je hier zo, dan kan je dus bijvoorbeeld de kleur, doe je zo. En dan kan je bijvoorbeeld potlood pakken en dan kan je gewoon ja, tekenen. Dat is niet heel veel raars verder. Niet heel veel bijzonders. Nou ja, en dan, ja, zoals je kunt zien, dan is het nu een beetje lelijk. Nou ja, dan doe je hier eens naar boven. Als je gewoon een lelijke pack wil maken, dan doe je dat lekker. En dan druk je hier naar boven. En als het goed is, dan moet dit gewoon zo staan. Dus dan kan je gewoon dit afsluiten. Niet opslaan. Ja. Ja. Ik hoor je.